Dinsdagavond reisde PEC Zwolle af naar Hogeveen, waar het tegen HZVV haar tweede oefenwedstrijd van deze voorbereiding speelde. En PEC Zwolle begon goed tegen de hoofdklasser uit Hogeveen. Met de bal op links bij Younes Mokhtar. Komt de bal via Stef Nijland bij Bram van Polen, maar de aanvoerder schiet hoog over het doel van doelman Streutker. Erik Israelsson. De prachtige beweging van Reinders. De ruimte voor El Idrissi. De redding. Maar in de rebound is het Mark Bruintjes die de Zwollenaren op een 0-1 voorsprong zet. Bruintjes. De bal bij Younes Mokhtar. De linksbuiten zoekt zijn tegenstander op. Voorbij de verdediger. De voorzet van Mokhtar. En dan is het Stef Nijland die zijn voet er tegenaan zet en zo leidt PEC Zwolle met 0-2. Sendler. Met de lange bal op Younes Mokhtar. De linksbuiten zoekt zijn tegenstander weer op, kapt naar binnen en geeft de voorzet. En dan is het Erik Israelsson die knap binnenschiet. 0-3. Alweer het derde doelpunt van de Zweedse middenvelder van PEC Zwolle in deze voorbereiding. De tweede helft. Is er nog één kans voor PEC Zwolle. Ted van der Pavert onderschept de bal. Geeft de steekpaas op Younes Namli. Maar de middenvelder van PEC Zwolle schiet hem in de handen van de doelman van HZVV. En zo wint PEC Zwolle ook deze wedstrijd met 0-3.